We kennen allemaal het verhaal. We zitten lekker te vissen aan de waterkant. En vervolgens staat er ineens iemand achter je. En die vraagt: meneer, mag ik uw vispas zien? Nou, leuk, aardig. Nou heb je natuurlijk aan de waterkant te maken met een aantal soorten controleurs. Je hebt de verenigingscontroleurs of federatiecontroleurs. Je hebt de BOA en je hebt de politie. Wat mogen ze nou wel, wat mogen ze nou niet? En waar moet je op letten als je gecontroleerd wordt? Nou, de eerste categorie waar je mee te maken kan krijgen is de verenigingscontroleur of de federatiecontroleur. Nou, wat is de belangrijkste taak van die controleurs? Controleren, waarschuwen en informeren. Ze kunnen je, als er een overtreding wordt geconstateerd, bijvoorbeeld je zit te vissen zonder vispas, kunnen ze je geen proces-verbaal geven. Daarvoor zullen ze de hulp in moeten roepen van een BOA of van een politieagent. Wat kunnen ze wel? Als ze overtredingen constateren in het gebied van de hengelsportvereniging die zij vertegenwoordigen, in viswater wat beheerd wordt door die vereniging, kunnen ze wel je vispas in beslag nemen. Dat is dus wel even een dingetje om in de gaten te houden. Eén stapje hoger dan de verenigingscontroleur staat de BOA. En de BOA is een ambtenaar met een beperkte opsporingsbevoegdheid. Die heeft vaak een bevoegdheid in een speciaal domein. En waar wij mee te maken krijgen is een BOA die actief is in domein 2. Dat betekent dat als de BOA een overtreding constateert, dan kan die jou een procesverbaal geven. Een BOA is ook gerechtigd om jouw ID te controleren. Want zoals je weet, de vispas alleen is nog niet voldoende aan de wettelijke eisen. Je moet de vispas hebben, je moet een lijst bij hebben van viswater of de app die moet je gebruiken. En je moet je ID kunnen laten zien, want anders kan ik met de vispas van de buurman gewoon een hengeltje uit gaan gooien. Een BOA kan voor verschillende overheidsinstanties werken. Hij kan werken voor Rijkswaterstaat. Het kan zelfs een boswachter zijn met een domein 2 functie. Dus let goed op het moment dat er zo'n aardige boswachter met zo'n hondje achter staat en die zegt: en, hebben we nog wat gevangen meneer? Dat je toch ook wel op moet letten, want voor hetzelfde geld vraagt u nog even naar je vispas. De BOA mag jou niet arresteren om jou op te laten pakken, heeft hij de hulp nodig van de politie. En er is nog een kleinigheidje: als jij met een katapult aan de waterkant zit, dan kan de BOA jou daar geen proces-verbaal voor geven. Dat kan alleen maar de politie doen. Wat de BOA wel kan, is jou vragen om die katapult aan hem te overhandigen, om hem uit het verkeer te halen, zoals dat heet. Als hij dat niet doet, dan kan hij alsnog de hulp inroepen van politie. Dus hou er rekening mee, de BOA mag jou een proces-verbaal geven. Dan heb je natuurlijk nog een categorie, dat is de politieagent. En als die achter je staat, die kan alles controleren wat hij wil. En die heeft alle bevoegdheden die nodig zijn. Dus die kan niet alleen naar je vispas vragen, naar je ID. Maar die kan ook gelijk even kijken of er toevallig nog niet wat openstaande bekeuringjes zijn. En of dat die auto die achter je staat wel van jou is en of die verzekerd is. Dus hou er rekening mee dat als je met één van deze drie categorieën te maken hebt, dat ze allemaal hun specifieke bevoegdheden hebben. Moet je daar nou bang voor zijn? Nee. Natuurlijk niet. Het begint door, als je naar de waterkant gaat, je vispas mee te nemen, de visapp te installeren en eventjes te controleren of dat je daar ook werkelijk mag vissen op het moment dat je gearriveerd bent aan de waterkant. Ik hoop dat je met mijn uitleg in elk geval iets wijzer bent op dit gebied. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die of met hun werk bezig zijn of vanuit een hobbyachtergrond dit soort zaken graag doen. Zonder controle wordt het nou eenmaal een gigantische puinhoop. En ja, waar het uiteindelijk toch alleen maar om gaat, is dat wij, als wij aan de waterkant zitten, ongestoord een gezellige visdag kunnen beleven. Nou, als jij mijn filmpjes nou zo leuk vindt dat je denkt: joh, ik wil in het vervolg als eerste op de hoogte zijn, vergeet dan niet op de abonneeknop te drukken en op het belletje, want dan krijg je als eerste een seintje als ik weer een nieuw filmpje publiceer. Mijn naam is Gijs Nederlof. Ik zie jullie binnenkort vast weer ergens aan de waterkant.